periode tijdens de Demersvaria 2020 zichzelf het rozentrio mag noemen van de 50ste editie. En dat zijn geworden Tara, Fedra en Kim! Ja, gefeliciteerd meiden! En voor de andere meiden, ik nog een bedankt als het is bekend. Het is bekend. Hoe mooi, of niet, Daan? Ja, ik vind het echt... Het was een supergezellig aan, natuurlijk. Supergezellig. Ik heb respect voor alle dames die hebben meegedaan. En het trio wat nu is gekozen... Ik hoop dat we daar gewoon een ontzettende leuke week mee gaan krijgen. Maar ik ben er niet bang voor. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Het was met alle 9 goed gekomen, maar ja... Ja, maar ja, je moet een keuze maken. Ja. Nou ja, de jury heeft besloten... En ik vind het super tof dat iedereen heeft meegedaan. En ik hoop met de dames dat we gewoon een fantastische week weer gaan krijgen met elkaar. Maar Nies, want jullie hebben van het jaar een bijzonder jaar. Ja, 50 jaar bestaan we dit jaar. En daar zijn wij vorig jaar achtergekomen omdat wij gewoon een fantastische notaris hebben. Wij dachten dat dit onze 49ste jaar zou zijn. En hij attendeerde mij vorig jaar halverwege het jaar erop. Maar Nies, het is jullie 49ste. Ja, en toen moesten we in één keer alle zeilen bijzetten om voor dit jaar in ieder geval ook weer een heel mooie week neer te gaan zetten. Nou is het de 50ste. Want dit is nu de 50ste, ja. En nou heb ik gehoord dat jullie gaan iets heel bijzonders doen, hè, met het rozentrio. Maar er gaan er meerdere komen. Wij hebben, de bedoeling is, omdat we hebben in ieder geval uitnodigingen uitverstuurd om alle oud-rozenkoninginnen een ochtend zeg maar bij ons te laten komen. Zodat we met elkaar als het ware weer een soort reunie, zeg maar. Hè? Dat iedereen weer hun ervaringen en belevenissen en alles weer kunnen, met elkaar kunnen doorbespreken. Ja, want ik begrijp ook dat dit is niet het 50ste rozentrio is. Nee, dat klopt. Het blijkt dat er 1 jaar is geweest waarin we geen rozenkoningin hebben gehad. Heb ik me tenminste laten vertellen. Ja. Maar goed, de Demersvaria die bestaat inmiddels toch 50 jaar. Jullie hebben toch maar mooi gered. We hebben het maar mooi gered. Ja. En ik moet zeggen, dat is natuurlijk... Hè, kijk, voor mij is dit nou maar wordt het 2e jaar. We hebben hiervoor natuurlijk heel veel bestuursleden gehad in de afgelopen 50 jaar. Waar ik gewoon ontzettend dankbaar voor ben. Want ik vind dat deze mensen wel de nodige credits hebben verdiend. Want zij hebben natuurlijk het al veel langer gedaan als wat ik nu. Ik ben nog maar een groentje hierin. Dus ik hoop ook deze mensen zoveel mogelijk het komende jaar zeg maar, te kunnen zien. En dat we voor hun nog eens een keer een flink applaus kunnen geven. Als dankjewel. Want ik moet zeggen, kijk, voor mij is het 2e jaar. Maar in de afgelopen 50 jaar hebben zoveel mensen hiervoor ingezet. Dat we alsnog nu het 50ste jaar kunnen vieren. Met elkaar hier in Demersvaart. Met elkaar hier in Demersvaart. En ik blijf erbij dat... Uiteraard hè, ben je daar bestuur voor nodig, maar ook sponsoren ben je daarvoor nodig. Want die hebben het ook allemaal voor ons kunnen realiseren, heel belangrijk. Maar ook onze vrijwilligers en alle mensen die als ik op dit moment even vergeet, je moet het wel met elkaar doen. Het, ja. Het is een feest van en voor Demersvaart. Het is een feest van en voor Demersvaart. Ja. En de wijnomgeving. En zeker de wijnomgeving. Iedereen is welkom, hè?